Vanavond werd wederom het schouwspel van verbazing, ergernis en misschien zelfs een vleugje vermaak aangeboden aan Nederlandse huiskamers met een nieuwe aflevering van MAFS, Merit at First Sight. En ja hoor, daar was ze weer, Anneke, de onvermijdelijke protagonist die zichzelf nog altijd de wederhelft van Dirk noemt. Maar het lijkt erop dat het geduld van kijkers al wekenlang danig op de proef wordt gesteld door Anneke's voortdurende aanwezigheid op het scherm. Niet alleen kijkers zijn klaar met Anneke, zelfs de experts laten geen spaan heel van de 60-jarige dame uit Beden. Angela de Jong haalde al scherp uit in haar column, waarin ze sprak van een haast psychopathische glimlach die Anneke tentoonspreidt. Rob Gozes voegde zich ook in het koor van kritiek, waarbij hij Anneke's deelname als schadelijk voor MAFS bestempelde. En alsof dat nog niet genoeg was, voegde expert en matchmaker Evelien Stallaert ook nog haar mening toe, Waarbij ze onthulde dat Anneke herhaaldelijk was gewaarschuwd over haar gedrag. Alsof dat nog niet genoeg was, kreeg Anneke ook nog eens de volle aandacht in de telegraaf, waar Jordi versteegde haar situatie breed uitmat. En als klap op de vuurpijl, schrokken zelfs de makers van MAFS volgens versteegde van Anneke's optreden. En zo ging het vanavond weer verder, met Anneke als het centrale onderwerp van online discussies. Twitter stond opnieuw in vuur en vlam, waar gebruikers zich uiten over Anneke's gedrag. Het is bijna te veel om te bevatten, de stroom aan reacties lijkt eindeloos. Hieronder volgen slechts enkele van de vele opmerkingen die gemaakt werden, want als we ze allemaal zouden delen, zou dat vermoedelijk de server overbelasten. Anneke maakt het wel heel bond dit seizoen. Zou ze zelf wel doorhebben hoe ze overkomt? Het lijkt alsof Anneke elke aflevering weer een nieuwe manier vindt om irritatie op te wekken. Knap, maar ook behoorlijk vermoeiend. Ik vraag me af of Anneke überhaupt de bedoeling van het programma begrijpt. Het draait niet alleen om jou, Anneke. Anneke lijkt wel een achtbaan van emoties, maar dan zonder de opwinding. Stop alsjeblieft met dit circus. Het lijkt erop dat Anneke's reis door MAFS niet alleen voor haarzelf, maar ook voor de kijkers een ware achtbaan van emoties is geworden. En zoals altijd blijft de vraag hangen, hoe lang kunnen we dit nog volhouden?